Deze beschouwing, die gaat over mijn Libische vriend. Hij was vandaag op bezoek. En we hebben schaak gespeeld. En hij heeft gewonnen. Tot verdorie. Het was heel gezellig. Hij, hij vertelde dat hij nu uh, bij geestelijke gezondheidszorg loopt... Waar ze op zoek gaan naar een goede behandelmethode voor hem. Want zei hij... Hij had PTSS. Posttraumatische stressstoornis. Hij zei het vreet me helemaal op. En ik moest bij hem denken aan het geval wat ik heb... gehad. Dat... Toen mijn dochter zeg maar, zelfstandig werd en ik in die zin die verantwoordelijkheid niet meer had. En dan ging mijn dochter duidelijk haar eigen weg, wat goed is, wat hoort. Hè? En kreeg ze een vriendje en dat soort dingen. En dan wil ze natuurlijk bij de vriendje zijn en niet bij de oude vader. En dat vind je dan heel fijn als vader. Ik. Dus dat hoor je als vader heel fijn te vinden. Om je dochter zelfstandig te zien worden. En toen ben ik ingeklapt. Dat was mijn PTSS. En ik ben er nu doorheen. En ik kan terugkijken op een tijd. Uh, waarvan ik dan kan zeggen van ja, uh, met al mijn goede bedoelingen... ...zal het wel leuk, maar het was niet perfect. En als je je neus stopt in een dergelijke zaak, dan dien je perfect te zijn. En dan is er niks aan de hand. Maar als je niet perfect bent, uh, dan heb je de kans dat het misgaat. Dat is uh, 100%. En met perfect bedoel ik dan zoals de kleine profeet Hosea was. Hosea leefde in een maatschappij. Het was in de tijd dat die twaalf stammen van Israël dat die gescheiden leefden. Je had Benjamin en Juda aan de ene kant en die tien anderen aan de andere kant. En hij zat in een van beide groepen. De hele boel was ontaard. En hij heeft toen. ...een prostituee getrouwd. Een kind bij haar verwekt. En hij wist helemaal wat hij deed. Hij wist perfect wat hij deed. En zijn eerste zoon... ...die heeft hij genoemd... ...Niet Mijn Volk. Dus als Nederlands kan je dat niet doen natuurlijk... In het Hebreeuws uh, zitten daar leuke grapjes in. Maar als je niet perfect bent, als je niet zo goed bent als Hosea, bijvoorbeeld ik, ja. Ja, dan gaat het fout. En dan is de vraag natuurlijk: van, uh, welke les moet je hieruit trekken? Nou, <laughs> uh, het antwoord is: als jij zo perfect bent als Hosea. Dan staat het je vrij. Dan kan je omgaan met zo'n vrouw. Uit zo'n verdorven samenleving. En als je niet perfect bent, dan uh, moet je het niet doen. Want dan gaat het mis. En wie zijn schuld is dat? Ja, dat is gewoon je eigen schuld. Je had het moeten weten. En dat geldt voor mij ook. En ik heb mezelf vergeven. Ook daarin. Ja, ik ben een christen. Dus Jezus is gestorven voor al mijn zonden. Dus ja, dat, dat terrein. En voor de rest, ja, het was stom. Achteraf kan je hier wel voor je kop slaan. Ik denk, jeetje, dat had ik dat moeten zien. Had ik dat moet. Oh. Net als een schaakpartij die je verloren hebt. Ik, ik, oh, oh, paard F6 was zo slecht. Hoe kon ik dat dan doen? Ja, je hebt gewoon fout gemaakt. Hij ook. Ja. En hij zal op de een of andere manier zal hij net zo ver moeten komen als ik ben gekomen. Namelijk, uh, dat hij blij is dat hij het heeft meegemaakt. Dat hij een ervaring rijker is. En dat je dan moreel huh? staat. Zonder wrok, zonder niks. Alleen maar dankbaar voor je leven. Weet je niet. En hij heeft er een zoon aan overgehouden. En, nou, die gaat allemaal studeren en zo. Dus dat gaat toch goed. Nou, en mijn dochter, die werkt in de dakloosopvang. Maar die zit wel op hbo-niveau. Zo. Dus nou. ja... En daklozen, nou, die zullen we nog genoeg krijgen in de toekomst, in de nabije toekomst. Dus ik mag ook blij zijn. Hè? En wat hij zei, is dat, dat er nogal wat mannen zijn die in zo'n situatie zitten, of gehad hebben. Ja, dit is, is zo'n traumatische toestand met zo'n Europese dame als moeder. Van deze verdorven maatschappij. Gewoon zo'n standaard vrouw uit een bedorven maatschappij. En daar een kind mee. Wauw. Je hey, bent de bok. En dan gebeuren er dingen in je leven. Ja, die zijn ongelooflijk vernederend. En jij als man. Uh, bij jou slaat dan mechanisme aan wat ieder mens heeft, by the way. En dat betekent dat je gaat compartimentaliseren. <laughs> Mooi woord. Ja. Maar je maakt compartimenten aan in je hersenen. Dat gebeurt uh, letterlijk. En je, en je brein daarin uh, in je brein worden herinneringen niet um, als, um, als data opgeslagen, maar als metadata. En het die, zo werkt je brein. Dus een herinnering is te vergelijken met een, met een, een computerprogrammaatje. Dus alles wat je meemaakt, dat wordt een programmaatje op je harde schijf, en dat programmaatje heet die herinnering. Ja, dus als, uh, heel simpel gezegd, als je het even over computers hebt, wat ik nou precies bedoel, is als je uh, onder Unix zit, dan heb je zo'n prompt, en dan mag je wat typen en dan doe je ls. Hè? En dan doe je enter. Nou, ls, dat is een programmaatje. Dus Ls is een programma, dat is een metadata. En vervolgens zie je dan een lijstje met alles wat erin Dus Het is de listing van je directory, die zie je al je files staan. En als je dan. Nou staat er staat een of andere file, die heet Brief van de Gemeente. En dan doe je CAT, je spatie, en dan de naam van die file, en dan zie je de data. Nou, dus LS is een programma. En die inhoud die je ziet als je cat doet. Zo heet cat, categorize. Dan. concatenate heet of zo? Nou ja, maakt niet uit. Cat. En dan zie je de inhoud van die file. En dan zie je de data. Nou, die herinneringen die jij opbouwt, dat is geen data, dat is metadata. Ja, er is wel een beetje data bij, maar zelfs die data is metadata. Zo werken je hersenen. Dus je hebt maar weinig echte herinneringen. Nou, eigenlijk is alles één grote uh, programma-look-up-dingen. En je kan dan, als je zwaar vernederd bent. Dan kan je die herinnering uh, gaan categoriseren met een bepaalde... Dan doe je als het ware in dat programmaatje iets, uh, zodat je er eigenlijk nooit aan denkt. Maar dat programma dat is dan voor, zeg maar, gedeeltelijk gedisabled, zodat je er niet de godgangste tijd aan denkt. En je hebt het gecategoriseerd onder uh, uh, nog een keer over na gaan denken als ik een lekkere aardbeien thee heb of zo. Hè? Dus dan draait dat programmaatje niet. En zo compartimentaliseer je dingen. En als je dan meerdere keren vernederd bent, dan gaan al die vernederingsmomenten die gaan zonder dus dat ene hoofdstukje. En zo creëer je een compartiment. Maar je hebt dat afgeblokt terwijl het gebruik maakt van alle andere programmaatjes. Ja, kortom, je denkvermogen gaat niet de goede kant op. Dat kost je echt. Ja, je wordt er dus langzaam van in je nadenken. En langzaam nadenken, dat staat op depressiviteit. Dan word je depressief. Dan heb je iedere gedachte. Dat komt omdat je je programmaatjes al maar lopen aanpassen. omdat je het niet te verwerken vond. Dan ga je het wegstoppen. En dan kan je dus ook nog problemen krijgen. Van dat je in een, ene een ontzettende stemmingswisseling kan hebben. Dus in een gezelschap ben je. en op het ene moment is eigenlijk alles nog wel leuk. en leuk en aardig. en dan plotseling dan gebeuren er een aantal dingen achter elkaar... en vervolgens heb je een ongelooflijk vervelend gevoel. En dan ben je helemaal niet meer gezellig op het feestje. Ja. Daar krijg je dan last van. Ja, en de manier om dat te onderdrukken... die stemmingswisselingen... het is om uh, de stemmingen uit te schakelen. En dat gebruik je dan... Uh, ja, Alcohol is een hele goede. En uh, ja, van allerlei dingen. Maar dan, en dan breng je als het ware je stemming in een soort voorgeprogrammeerd gebeuren. En dan zit je de god tijd dat te denken. In plaats dat je denkt aan die dingen waar je niet aan wil denken, vluchtgedrag. Dus uh, heel logisch, dus heel natuurlijk. Uh, niet van in paniek raken. Het is gewoon hoe het is. Als mensen vluchtgedrag hebben en ze veel alcohol te drinken, ja, dan is het maar de vraag of die, die mensen verder helpt door ze een verbod te geven op het drinken van alcohol. Als ze, die, dat nog, ja, als ze het niet aankunnen. Maar dat moet wel naar boven doen. Ik ben benieuwd hoe ze hem, ja, hoe ze hem kunnen gaan helpen. In elk geval moet je die dingen die je overkomen zijn omdat je met je stomme kop uh, die stomme fouten hebt gemaakt, ja, je moet het toch onder ogen zien. Vanuit de optiek uh, dat jij het was, uh, die zichzelf in die situatie had gewurmd. Op basis van wat van overtuiging eigenlijk. Want daar krijg je ervan. Het, het is, eigenlijk moet je heel hard zijn voor jezelf. Ik denk dat ik dat ook ben. Want ik kan het zien. Ik Kan ze zo vertellen op dat moment is dat gebeurd, dat had ik gewoon moeten zeggen doei. Maar je bent te goed van vertrouwen. Maar dat niet alleen, dat is het, het is niet alleen dat vertrouwen wat je hebt, maar dit is dus ook dat je je ogen sluit voor dingen die je niet deugen. Om iets te noemen, uh, je maakt met iemand een afspraak en dan komt zo iemand niet opdagen. Van ja, dan bel ik je vanavond en dan belt zo iemand niet. En dan later krijg je dan te horen van ja, nee, het was ook, oh nee, mijn moeder belde. En... Ja, het punt is, iemand heeft wat beloofd en die doet het vervolgens niet. Dat is immoreel. En omgaan met dat soort mensen. is. Kijk, als je perfect bent. Zoals Hosea. Hosea had een prostituee als vrouw. En die vrouw. Die was niet van de een op de andere dag zedig geworden. Dus dat probleem bleef. Maar Hosea die was bezig vanuit zijn overtuiging dat hij, dat hij daar niet voor niets zat in die samenleving. En het ging niet per se om hem, nee, het ging om het hele volk wat goddeloos was. Dat is het probleem. Dat is hier in Nederland ook. Hoe wij hier in het Westen onze, onze moraal, die hebben wij te grabbel gegooid. Nietzsche heeft dit allemaal voorspeld. Nietzsche zag het aankomen. Ja, wij hebben die opleiding gehad met Maarten Luther. Nou, nou daar dus heb je dingen op, dan kan je zeggen, nou, had gemoed is, is het zo. En, maar in elk geval, we waren lekker moreel bezig en het ging goed. Het begin van de 17e eeuw, dat was het, het Protestantisme in Nederland, het was high time. Dat is ook het moment geweest dat de Statenvertaling kwam, in 1618. Dus iedereen had de beschikking over de Bijbel in keurig Nederlands. In het Nederlands wat heden ten dagen nog prima te lezen is. Nou, die eeuw noemen wij de Gouden Eeuw. Hahaha. Ah, 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 ah. Nou, toen is het katholicisme via de achterdeur naar binnen gekomen. Ze hebben waarschijnlijk. Want het katholicisme was verboden hier in Nederland. Nou, het is weer in ere hersteld. En toen begon de hele moraal. Er kwam dus er kwam ook te maken met de opkomst van mensen als Newton. Newton was een uitermate gelovig mens. Maar toch werd zijn werk. dat werd gezien als van. Oh, en nu weten we alles. Want er staat in de Principia Mathematica... Het, was ons helemaal, het is ons helemaal in de bol geslagen. Nou. En dat Nietzsche heeft gezegd... over de, die afbrokkeling die hij zag... dat hij zei, God is dood. Waarmee hij bedoelde... God is niet meer in de hoofden van de mensen. En zei hij erbij dat dit gaan ze bezuren. Het is ook weer van de moderne westerse mens dat hij dan zo fijn weet. Van, ja, Nietzsche heeft gezegd: God is dood, dus ik doe er ook niet meer aan. Daar heb je Nietzsche niet begrepen. En Nietzsche spreekt niet over God. Nee, Nietzsche spreekt over de wil tot macht. En is het begrip van Nietzsche's wil tot macht, waarbij je dan Nietzsche zijn taalgebruik maar even moet zien dat hij dat nogal bijzonder taalgebruik had? Huh? En waar het op neerkomt is dat die wil tot macht, dat is wat in Genesis 1 vers 1 heet Elohim. Zo is het. En dat staat in de Bijbel. Maar die demoralisering of ontmoralisering, dat was bezig in de 19e eeuw Nietzsche zag het. En die waarschuwde het, of die zei, nou ja, er is toch niks aan te doen. Maar dit gaat consequenties hebben. En Arthur Schopenhauer, voorganger van Nietzsche, 1840, zo'n beetje, rond die tijd. Arthur Schopenhauer, die schreef in zijn essay over vrouwen, zonder hij het op. En zijn oordeel was van die vrouwen hier in West-Europa. Die West-Europese dames, Daar moet je niet mee omgaan. Dit is hard. Uh, het is een oordeel. En je doet er niemand kwaad mee. En Je gaat gewoon niet meer met vrouwen om. Het wil mij heel. Uh, ja, uh, Ho, ho, een vrouw. En dat heeft te maken met de maatschappij. Dat moet je die vrouwen niet aanrekenen. Dat is oneerlijk. Dat heeft te maken met die mannen net zo goed. Kijk, iemand moet beginnen met het handhaven van moraal. En moraal, dat geldt voor ons christenen, dat is de Bijbel. Ik laat weer een fijne stilte vallen. En zo is het. Er is geen andere moraal voor ons. Dat is onzin. Als wij Confucius erbij pakken, dan uh, is ofwel dat je, nou grote delen van Confucius, dat je reserveert. Nou, dat is gewoon echt helemaal geen goed idee. En de andere dingen van Confucius, die, waarbij die helemaal correct zit, die staan ook in de Bijbel. En dat geldt voor Boeddha ook. En dat geldt ook voor de Veda's. Dat is de Indiaanse geschriften. Dus voor ons hier in het Westen is het de Bijbel. Dit is je geschiedenis. Dat was de Gouden Eeuw van Nederland. Toen we onze Bijbel hadden. De Statenvertaling in 1618. En dat heeft geen geld gekost, joh. Want dat, dat geld kwam op tafel, hè. Want die Engelsen die hadden het zeven jaar daarvoor gedaan met de King James. En wij wilden niet achterblijven. De Gouden Eeuw kwam er toen aan. hè. En geen katholieken. Katholicisme en weg. We weg ermee. Noem we niet meer. Met de meneer de dit en meneer de dat. En heilige vader zus en heilige vader zo. Ga ja, er weg. Noem niemand op deze wereld je vader. Dat is moraal. Noem niemand op deze wereld je meester. Ja, maar een groot meester bij het schaken dan? Dat is een spelletje. Een spelletje mag je best een meester hebben. Waarom niet? Of uh, in de bouw heb je ook een bouwmeester. Nou, als je dan daar binnenkomt als leerling, kracht of zo, dan zeg je ook meester. Als iemand in functie. Maar je gaat niet iemand meester noemen of vader noemen op een soort heilige manier. Want dat hoort zo. Wat bij het katholicisme is. Ja, dus die man die nu uh, paus is die dingen je aan te spreken met de titel Heilige Vader. Ja, dat doen we dus niet, hè? Dat zijn rare fratsen. Kijk, zo simpel is het. En wat wij nu in Nederland doen, is wij accepteren het katholicisme... en alles wat het meebrengt. Want die evolutietheorie, daar komt van het katholicisme. Dat zijn de katholieken die erachter zitten. Met dat belachelijke verhaal. Ja, laat ik het even serieus houden. Ja, dus, dit is ook voor mijn Libische vriend. Dat hij goed begrijpt dat hij is uh, leuk verhuisd vanuit een toen redelijk uh, vrij Libië onder Gaddafi. En er waren er wel dingetjes en zo, dat was het niet allemaal zo geweldig met die vent. Maar nu is het een puinhoop, hè? Nu is het echt helemaal kapot. Ja, hij zegt een ramp. Voor hem. Vond ik zo heel treffend dat hij. Wat zei hij nou? Hij zei: Egypte ligt links van Libië. Ja, snap je de grap? Snap je het verdriet? En Libië ligt niet. Uh... Of Egypte ligt niet links van Libië? Nee. Op de kaart is het rechts. Ja? Wij zeggen niet. Uh, uh, Duitsland ligt links van Nederland. Gewoon ja? verkeerd om. Maar toch heeft hij gelijk. Maar waarom heeft hij gelijk? Nou, hij kijkt als het ware terug naar zijn vaderland. En vanuit, hij zit in Nederland. En dan kijkt hij naar Libië. En dan ligt dus Egypte links. Ja. Ja, die man heeft, die heeft heimwee. Ook nog. Want zo leuk was het in Nederland niet, hé, hey. dan nou denk ik niet dat hij terug gaat hoor. Nee, hij is uh, heel leuk, hij is nu zwaar Nederlands aan het leren. Nou, dat is toch heel positief. Maar de samenleving hier is. Uh, er is geen moraal meer. En dat is de nieuwe moraal. De, als iemand zegt: uh, er is een regel, dan beginnen we allemaal te piepen. Van: nee, nee, dat kan niet hoor, want dit is onvrijheid. Dus als alles maar mag, dan is het moreel oké. Okay. Maar het moet wel allemaal mogen. En dat breekt zich. En Nederland gaat. Het ja, gaat financieel. Zullen wij steeds armer worden? Ze gaan de landbouwgebieden inpikken. En daar gaan ze dan uh, natuurgebieden van maken. Maar daar kunnen wij dus niet van eten. En voor de rest. Uh, ziet het er niet naar uit dat er een moment gaat komen waarop ze zeggen: Nou, Nederland is nu wel vol genoeg? Want het aantal uh, mensen van Nederlandse origine hier in Nederland dat is 10, 11 miljoen. En we zitten nu op 17 miljoen. Dus 6 à 7 miljoen mensen zijn hierbij gekomen van buitenaf. En dan me klagen dat de natuurgebieden te klein worden. Dus dan gaan we de boeren hun land afpakken. En dan gaan we daar natuurgebied van maken. Ja, 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 ja. Dus wij worden gemangeld hier in Nederland. Langzaam maar zeker. Ja, dat is onze situatie, dat is onze straf voor de goddeloosheid. Dus het vormt namelijk één groot geheel. Kijk, als je moraal niet het allerbelangrijkste vindt, dan heb je er ook geen moeite mee dat politici liegen. En als je dat gaat accepteren, wat we doen, ja, dan is het einde zoek. En wat iedereen zich goed moet beseffen is dat er is op deze wereld een partij... dat zijn de samenwerkende, uh, hele vervelende uh, uh, mensen. En die werken samen. En die spelen een spel. Voor hun is het een spel, denk ik. Ja, ze spelen het als een spel. En het spel is uh, mensen houden. Zoals wij dieren zouden kunnen houden als we dat willen. Dat doen we ook wel eens, hè. Maar je zou dieren houden... Dan ga je je verdiepen met. Uh, wat een dier nodig heeft en. Ja, dat doen ze ook met mensen. Deze mensen waar ik het over heb. Dat zijn mensenhouders. Dat is de mensenhouderij. Dat staat ook al bekend onder de term slavernij. Tja, en dat is gebeurd. Kijk, in Exodus 20, hè, dat is het tweede boek, dacht ik, van het Oude Testament. In Exodus 20 staat een mooie regel. Um, ik pak hem er even bij in de Statenvertaling. Het is ook voor allerlei Mohamedaanse mensen, uh, let lekker goed op. Het is belangrijk, belangrijk om hier kennis van te nemen. Uit hoe het zit. Statenvertaling dan pak ik Oude testament Exodus hoofdstuk 20 Er staat hier vanaf vers 1 Toen sprak God al deze woorden zeggende Ik ben de Heere, allemaal in hoofdletters Uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Snap je? Kijk, waar wij nu in zitten... hier in Nederland... dat is een diensthuis. Een slavernij. En wij denken... Oh, ja, maar... Ah, we hebben toch een pensioentje en uh, nou heb ik dit en uh, oh, dan ga ik mooie reizen maken. En, uh, nou, ik vind het, uh, oh, het mag toch een slaaf zijn, wat jij dan zegt, Perrie, maar uh, nou, ik vind het wel een aardig leven. Nou, uh, de pensioenfondsen, die zijn, dacht ik, uh, eind jaren tachtig van de vorige eeuw, moesten ze geld gaan ophoesten. Omdat ze in Den Haag vonden dat er te veel poen in de pensioenfondsen zat. En dat geld hebben we nooit terug gehad. Hè? Nee, en wel gaat de bijdrage aan de EU omhoog. Want Engeland is raad. En in de zorg waar ik in werk... daarin zijn er in een uh, ontslaggolf... dus ergens in 2013, 2014 of zo... is er een enorme bezuinigingsronde gekomen. In totaal heeft dat 70.000 arbeidsplaatsen gekost... En nu willen ze, D66, willen ze mensen uit Afrika gaan halen. om hier in de zorg te gaan werken. Snap je wat ze doen? Er is een diensthuis. waar wij in zitten. En Exodus 20, dat staat voor de tien geboden. En waar het hier om gaat in het tweede vers. is. Dat ze uit slavernij zijn geleid en ze krijgen vervolgens tien geboden. De boodschap is dat als je die tien geboden overtreedt, dat je dan weer teruggaat naar het diensthuis. Dit is de les in moraal. Dit hoor je te respecteren. Of je nou atheïst bent of niet. En dat dit klopt, dat het dus zo is dat als het volk die moraal verliest. dat er dan tirannie komt. Ga er maar vanuit dat over enige tijd. dat dat helemaal uitgeschreven is en dat het als logisch gevolg te boek zal staan. In de studie, en die heet sociologie. Maar dan sociologie zoals het wel moet. Dus anders gezegd, je kan je goed voorstellen dat als wij in Nederland, en daarmee dus ook in de rest van Europa, als wij ons weten te verlossen van die slavernij, dan. Dan gaan we ofwel zeggen, nou, het stond allemaal in Exodus 20 en daar gaan we ons nu allemaal aan houden. Of uh, er komt iets soortgelijks. Iets eukumenisch of zo. Maar misschien ook wel niet. Wat mij betreft gewoon Exodus 20. Uh, waarom iets nieuws als het oude deugde? En de tien geboden, het is vrij simpel. Daar zal toch ook een Mohammedaan geen problemen mee kunnen hebben. Bijvoorbeeld, uh, uh, geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want ook de Mohammedanen erkennen maar één God. Dat is monotheïstisch. Dat is allemaal erg belangrijk. Onze moraal. Hier op 14e gebod... ...gij zult niet echt breken. Is gewoon niet. Punt. Ook niet een beetje. En echt breken... ...dat staat dus voor alles... ...wat te maken heeft met seks buiten natuurlijk. Die dingen met overspel... ...en dergelijke... Is absoluut no-go. En dat zijn dingen waar wij ons, met name, helemaal niet aan houden. We doen er erg makkelijk over. We doen heel makkelijk over seks buiten natuurlijk. Want dat geldt ook de andere kant op. Het is niet zo dat als jij. Uh, alleen bent en die ander is ook alleen. en je, je gaat seks hebben. dat dat geen seks is buiten natuurlijk. Want dat is wel seks buiten natuurlijk. Jo, maar dat wordt heel saai. Nou. er komt een moment. waarop, je zal, waarop de mensheid zal beseffen. dat dat misschien een heel saai bestaan is. Het punt is, het is gelukkiger voor iedereen. Iedereen is blijer. Leeft intensiever, um, al dat soort leuke dingen aan het leven. En het leven als geheel is een stuk minder saai dan het leven van iemand met PTSS, die niet weet hoe hij eruit moet komen. Want dat is pas saai leven namelijk. En voor die kinderen die hun vaders niet zien. Dat ...zijn de, de, de bittere consequenties. En het is aan ons om... ...ja, die fouten gemaakt... ...hebbende... ...om ons... Uh, ...ons schip van het leven... ...zullen we maar zeggen, met een mooi woord... ...om dat weer recht tegen de golven in te krijgen. En dat, uh, ja, je zit in zwaar water... Of in zwaar weer, of zwaar water. Het is gevaarlijk. Want je kan er een onderdoor doorgaan. En je moet je boot moet je tegen de golven inzetten. Want anders word je gewoon geklotst en dan beland je aan een lager wal. En dan gaat je bootje kapot als je pech hebt. En dan is het over. Dus je moet je boot tegen die golven inbrengen. En dat vereist de kracht van een man. Het is een erezaak. Ook voor hem, dat weet hij wel. Daarom is hij ook bezig met Nederlands te leren en zich te richten op positieve dingen. En... Hij moet wel. En hij kent heel wat andere mannen, en ik ook, die hetzelfde verhaal hebben. En voor al die mannen geldt, uh, ja, wees een man. Uh, je hebt je fouten gemaakt. En, ja, doe maar au au, en pijn, pijn. En, uh, je bent een man. En je telt je zegeningen. En je bent God dankbaar dat je nog leeft. Het hele verhaaltje omdraaien. En je er niet voor schamen wat er gebeurd is. Eerlijk opbiechten aan iedereen welke fouten je gemaakt hebt. Staat in de Bijbel. Hè? Zonde hoef je niet op te biechten. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat hebben alleen katholieken erbij verzonnen. Zonde hoef je niet op te biechten. Fouten wel. Dat mensen kunnen vertellen. van Ik heb dat fout gedaan. Ik heb dat fout gedaan. Dus, uh, yep. En ik heb er zwaar voor moeten boeten. Maar dat is geen schande. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dus voor die mannen dan... Hè, ...dat ik dat even dan tegen heb. Ik heb niet iets tegen mannen... ...maar ik heb het nu tegen de mannen. Want Kijk, waar hij mee worstelt, dat, dat is al heel begrijpelijk... dat is die pijn die hij heeft. En die, die vernedering en al die dingen waar je eigenlijk niet aan wil denken. Maar kan je daar met therapie uitkomen? Ja, uiteindelijk is het voor de man zo dat hij... als hij nog in leven is... Dat hij dat lichaam aan het werk zet. Daar is het een man voor. Dat is de essentie bij jou. En je hebt een fout gemaakt. Je hebt een hele stapel fouten gemaakt. Die kan je wel voor je kop slaan. Dat is allemaal helemaal niet erg. Maar die fouten gaan we dus niet meer maken. Nou dan. Heb je dat wordt geleerd. Seur je nou. Ja, maar toen was zo pijn dat ze me, me zo behandeld heeft. Nou, ja, dan moet je die vrouw denk eens maar eens gaan zien nou, hoe ze werkelijk was. Want dat betrapte dat zij dus, mijn lieve vriend. Van, ja, en dan kijk ik haar, naar haar vanuit liefde. En misschien is ze wel onschuldig. En, en ik denk, kijk nou. Daar heb ik ook gelijk wat van gezegd. Ik zei, wat zei je dan net? Zij onschuldig? Hoe kom je erbij? Waar blijkt dat uit? Nou, dat moest je terugnemen. ze nou, heeft het allemaal bewust gedaan. Ik zei, ja, precies. Zo zijn ze. Ze doen het bewust. Ze plannen het. Och, man. Leer mij. Ik, ik weet het. Ik heb het meegemaakt. Heel bewust noemen ze dat. Ik heb het dus meegemaakt dat die van mij, als ik naar de supermarkt liep, en was ik echt maar 15 minuten weg of zo, we in het centrum. Dus even snel heen en weer naar de supermarkt. En dan belde er net in die tijd, dan dat ik even weg was, belde er een klant op mijn mobieltje. Ja. Dat gebeurde wel eens vaker. In die dagen nam ik niet mijn telefoontje altijd maar mee. Ik had hem voor de gevallen dat, dat iemand, nou ik bel me maar mijn mobiel. Nou, dan kom je terug van boodschappen doen en het eerste wat je doet is je kijkt op je mobieltje en als daar staat oproep gemist, uh, ja, dan staat er gelijk de naam van die persoon erbij. Dus ik heb bellen en dan, uh. nou, dan kom ik terug van boodschappen doen, kijk op mijn mobieltje, nou, daar staat helemaal niks. Ik denk, oh, heeft niemand gebeld. Ja, er had dus wel iemand gebeld. Maar zij had opgenomen. Had ik haar helemaal niet gevraagd. Nee, zij hoorde mijn mobieltje afgaan en dacht, oh, 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 oh. oh ga ik even, even opnemen, oh, oh. En dan zo, hallo, met die en die. En die man zo, ja, met die en die. Uh, Doe, grote klant van Piggy. En uh, is Perry er ook? En zij zei, nee, die is uh, even de deur uit. Oh, ja, het is nogal dringend. Uh, kan je dan vragen of die echt onmiddellijk terug wil bellen? Want uh, dit en dit is in de soep gelopen. Huh? En dan zegt zij dan tegen zo'n klant: uh, oh, ja, ja, nou, dat zal ik doorgeven. Ja, doeg. En dan hangt ze op, legt ze een mobieltje precies op de plek waar die lag, zodat ik niks in de gaten heb. Legt ze hem terug en dan gaat ze wat anders doen. En vervolgens krijg ik de klant dan een dag later aan de lijn. En die was echt, waarom heb je gisteren niet gebeld? We zaten de hele tijd op jou te wachten, man. En ik zei, wat, wat? Ik, ik weet van niks. Ja, nou, ik heb je vrouw gesproken en die zei dat ze het door zou geven. Ik zei, oh, ik, ze, ik weet echt van niks. Nou, wat is er aan de hand dan? En toen ben ik het probleem op gaan lossen. Nou, kon het allemaal wel goed. En, uh, maar dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Dus ik naar haar toe, toen ik thuis was, en haar vragen: van, Goh, heb jij mijn mobieltje opgenomen? En heb je die en die gesproken? Ja, zei ze, dat klopt. Ik zei, ja, en dan heb jij dus gezegd dat ik je even door zou geven aan mij. Ja, zei ze, dat klopt. Ik zei, ja, maar dat heb je niet gedaan. Nee, zei ze. Ik ben je secretaresse niet. En ze neemt dan dat foontje op omdat ze dan wil weten wie hij belt. Het is misschien dan een vrouw of zo? Ja, zo zijn de West-Europese vrouwen. En dat gedrag, dat... Ja, dat in het begin, in het begin dan, dan doen ze allemaal poeslief tegen je. En dat houden ze verborgen. Maar zit je er één keer aan vast... Jongen, dan gaan ze doen wat ze zelf zin in hebben. En ze vinden het leuk om je te pesten. Want er gebeurt er nog eens wat in huis. Het is altijd zo saai. Nou, die verhalen heeft hij ook allemaal meegemaakt. Ik ook, dus. En dat is heel gaar niet leuk. En het was je eigen schuld. Had je je maar moeten houden aan het Tien Geboden, eh, of iets wat daarop lijkt. Had je het maar moeten weten. Dat geldt voor mij dan ook, dat ik in 2007 via internet, kom je dan op uh, sites waar mensen, een soort zelfhulpdingen, ze, hoor je al die relaties, relaties van die mensen met wat ze allemaal overkomen is. En hoe die vrouwen zijn en hoe ze opereren. En, en hoe die vrouwen in het begin al uh, duidelijk maken dat ze zich zo zullen gaan ontpoppen. Want je merkt het in het begin al aan kleine dingetjes. En daar moet je op letten. Maar ja, toen ik die vrouw uh, ontmoette. En hij ook toen nee, hij zijn vrouw ontmoette. dan weet je al die dingen niet. En dan denk je, ah, leuk dit en dat. U, 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 vind ik heel spannend. Ze doet af en toe een beetje maf. Maar ja, dat is wel weer heel spannend. Nee, het begin van het einde. En wie is de Billenbrandt. ja, die moet op de blaren zitten. En de remedie is uh, goed beseffen wat je fout hebt gedaan. Je niet schamen, voor wat jou, ja, niet schamen voor het feit dat je die fout hebt gemaakt. Dan hoef je je ook niet te schamen over wat je vervolgens is overkomen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je je niet schaamt voor de fouten die je hebt gemaakt. Dat je daar heel eerlijk in bent. En dat je dat dus niet meer zal doen. Dan heb je er in elk, geval, in elk geval wat van geleerd? En in het geval van hem en mij. We hebben allebei een kind. En ja, die kinderen. Dat geldt voor, ja, dat geldt voor allebei. Niks mis mij. Het zijn altijd dingen waarvan je als ouder denkt: vind ik had dit nog gewild, dat nog gewild. Maar zo grosso modo kan ik niks anders zijn dan heel tevreden met mijn dochter. Ik plaagde wel eens een beetje. En, uh, zij is dan uh, transfiel en zij vindt mij transfoop. Maar ach, denk ik, ja, we praten nog. Ik ben helemaal niet transfoob, Ik ben een klein beetje transfoob, Maar echt niet overdreven hoor. Gewoon vind het gewoon enge mensen. Maar het is niet zo dat als ik op straat een, een transgender zie lopen. dat ik denk: oh, ik wil weg. Nee, zo erg is het echt niet hoor. Dus zo transfoob ben ik niet. Maar ik vind het wel enge mensen. Meer. Kijk, daar kom ik wel uit met mijn dochter. En zo moet hij ook met zijn zoon gewoon lekker vooruit denken. En ik denk dat dat wel goed gaat, dus helemaal zo. En goed dat hij positief bezig is. En dat geldt voor jou als man dan ook. Ga maar wat doen, ga maar wat leren. Mijn lieve vrienden vriend Nederlands gaan leren. Er zit nou best al hoog niveau voor iemand die van buiten komt. Hij zei Nederlands wel moeilijk hoor. Nou, ja, is wel leuk. Binnenkort ga ik met hem naar de schaakvereniging. Dat is denk ik ook voor mij wel goed om dan op donderdagavond uh, ga ik lekker schaken. Zie je weer eens wat andere mensen. Hey, zo moet je dus als man. Of je nou gelovig bent of niet. Je hebt altijd nog je mannelijke eer. En je eer is dat uh, ook al heb je fouten gemaakt en het is allemaal, uh, allemaal down, 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 down. Um, ja, je gaat door. Door schade en schande wordt men wijs. Dat is de natuurlijke reactie die hoort. En dat geeft ook weer maatschappelijk een verandering. Als vaders, die dus zo belachelijk mishandeld zijn, zoals ik en zoals hij. En we kunnen heel serie mensen opnoemen. Dat gebeurt echt heel veel. Maar die zullen zich veel bewuster worden van hun leed, van hun verdriet, van hun fouten, van de dingen ze. En dan zullen ze door gaan leren. En dat creëert dan een, een. Dat creëert weer een geest onder het volk. Niet in de zin van een demon of zo, maar een idee van denken. Oh, die moet het net zo doen als. Uh, ja, die en die. Ik ga afsluiten hoor. Waar ik je even op, op wil wijzen. Als heling is het eigenlijk, hè? Maar kijk eens naar die film van Ridley Scott. En die film die heet Alien. Dat is een klassieker, je moet hem kennen. Maar als je hem al kent, dan kijk er nog een keertje naar. En dan moet je je dit voorstellen. Dat die alien... Dat ben jij. Dus je moet het dus binnenstebuiten draaien. En die alien die... En die heeft een wil om in leven te blijven. En het is die wil van die alien die dan zo sterk is dat uh, Sigourney Weaver, uh, die krijgt hem niet kapot. Zelfs Sigourney Weaver niet. Want anders heb je namelijk geen Alien 2. <laughs> Maar die alien dan ben jij. Dat is volgens mij de truc die daar psychologisch in zit en die die film ook zo aantrekkelijk maakt. Want die alien, wat die eigenschap is van die alien, is die past zich aan in iedere situatie. Dus als je hem gaat bestrijden met iets wat, maakt niet uit, hij, hij muteert God de hele tijd. Dus dan wordt hij weer wat anders. Kijk, en dat geldt voor jou ook. Je, je bent dus als man tegen de foute vrouw aangelopen. En uh, misschien was jij die man wel helemaal niet. Want als je die man nou echt was geweest. dan had je het heel leuk gevonden dat je tegen zo'n foute vrouw aanloopt. Want dan ben je dus zo'n man geweest. die nou één keer graag een foute vrouw wil. En jij hebt dan een foute vrouw gekregen. Dus je bent die man dus niet. die die foute vrouw op zijn pad kreeg. Je bent een heel ander mens. Eigenlijk. En je dacht dat je die man was. En die man was je helemaal niet. Want dan krijg je een foute vrouw. En dat ben jij toch niet? Dus je bent een ander, ander mens. Je, weet ik veel, je had bewijzen verspreken, je had toen een bepaalde hobby. En je denk nu, nou die hobby die doe ik niet meer. Want ik ben die man helemaal niet. En door die hobby kreeg ik die foute vrouw op mijn pad. En ik, ik ben helemaal anders, ik ben een heel ander iemand. Ik hou meer van dat. Dus iets van positiefs moet je gaan opzoeken. En daar ga je dan vervolgens maar mee identificeren. Maar niet meer die man zijn die tegen die foute vrouwen aanliep. Jij moet veranderen. En dat is die alien. En anders komt Sigourney Weaver achter je aan. En dan word je doodgemaakt. En dat is zielig voor de alien. Een beetje medelijden hebben met jezelf. Goed op zoek gaan naar je overlevingsdrift. En, en nog even terug naar die, die depressi depressiviteit. Kijk, die herinneringen die bij jou een labeltje hebben gekregen... en die dan in een soort rariteitenkabinet qua herinneringen zijn opgesloten... maar het zijpelt de godganse tijd door... en dat maakt je rekenkundig vermogen van je brein allemaal zo ingewikkeld... en je wordt depressief van, je wordt langzamer... je wil alleen maar alcohol zuipen in je bed liggen, hè? Huh? Dan komt dat je hersenen heel traag werken. En dat komt door die compartimentalisatie ook. Dat, dat helpt daar absoluut niet bij. Dat maakt het alleen maar trager. Want allerlei programma's die gedragen zich niet meer normaal, want die zitten gelinkt aan die herinnering die niet aan orde mag komen. Dus dan gaan subprogramma's die hebben daar dus ook als het ware weer last van. Dus die compartimenten, dat is voor een deel is dat heel handig, omdat de betreffende herinnering dan niet meer dagelijks opspeelt, maar soms dan wel op momenten. Maar andere herinneringen, die zijn dan mede onder die ban geplaatst. Dus een soort censuur die jij door hebt gevoerd in je eigen denken, om die herinnering draaglijk te maken, namelijk dat die niet echt was, of dat die maar half was, of dat hij was heel bijzonder en we uh, moet er nog eens over nadenken. Je moet die herinneringen losmaken. Dat kan best pijnlijk zijn. Dus die herinneringen moet je in feite helemaal accepteren. En nou, daar dat kan je zelfs, dat kan je lichamelijk behoorlijk op reageren. EFT is in deze een, een vriendje van je. Dat is een hele goede vorm van therapie. En die is gericht op het opheffen van die, die blokkades in je, in je denken. Het is heel praktisch. Een EFT, Emotional Freedom Theory. Kan je zo googlen. En het enige wat je nodig hebt is een pdf. Die je moet de goede pdf zien te vinden. En daarin staat uitgelegd hoe je het moet doen. En het is op basis van die theorie... Die emotionele vrijheidstheorie, op basis daarvan is een therapie verzonnen. En dat werkt met acupressuur. Dus je hebt op je hoofd, op je lichaam zitten van die acupunctuurpunten. Ze dus noemen het niet chakras, maar het zijn een dus soort energiepunten in je huid. Die zijn echt, die bestaan. De hele kaarten zijn ervan gemaakt. En je gaat die punten afwerken... En dat doe je palpaterend, dus niet met naalden of zo... maar gewoon met je vingertoppen heel, luchtje, heel lichtjes en luchtigjes erop kloppen. En dat terwijl je die herinnering... Uh, ja, de, de, uh, die herinnering aan het realiseren bent. Maar dan kan je kan even alles gaan voelen... ...kunnen tranen in je ogen komen. dus echt geen enkel probleem. Moet je er niet graven aan te kijken. Je kan er buikkramp van krijgen. Van gaan zweten. En dan gebeurt er wat in je brein. Serieus, letterlijk. En dat is heel positief. Je moet er uiteindelijk naar de fase toe waarin jij kan zeggen ja het is gebeurd en ja het was vervelend ja nou ik weet nu wat ik dat heel vervelend vond ja. en dat het helemaal geen betekenis meer van je heeft het is een herinnering waar je nooit meer vanaf komt en dat is ook helemaal niet erg je hebt het meegemaakt oh ja je hebt het overleefd nietsje weer was mich niet omringt mag mich sterker dat is weer hetzelfde als die alien met uh, Sigourney Weaver als uh, grote vijand. En heel treffend is Sigourney Weaver dan uh, een vrouw. Hè? Die het gemunt heeft op jou. Nou, ja, het is best leuk als je die alien even binnenste buiten draait. en jij wordt die alien. Krijg je nog medelijden met die alien ook? En dan denk je, precies, <laughs> we gaan toch een hele hoop dood. Hè? Dan denk iedereen, mooi zo. <laughs> Onze ze bedreigen mij hiermee voortbestaan. Het is maar goed dat hij dood is. Het is een heel proces, maar nu moet je er heel bewust doorheen gaan. Als je er niet bewust mee bezig gaat, dan ja, dat wordt het helemaal niet leuk. Je, je komt vast te zitten in je leven, je wordt apathisch. Je, ja, het leven gaat aan je voorbij hollen en je denkt op een dag van jeetje zeg, dat is alweer vijf jaar geleden. Goh, lijkt wel gisteren. En als je dus dat soort emoties hebt... Hè, Jongen, dan, dan, je, dan tikt je brein veel te langzaam. En dan vliegt de tijd aan je voorbij. En dat is zonde van je leven. En er zijn wel mensen die zeggen dan van ja, dan hou je littekens aan over. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Het enige wat je eraan overhoudt is de kennis van jezelf. Dat jij dus zo'n stomme eikel was toen je nog onbezonnen was. En het is nu voorbij. En. Ja, net als iemand, iemand heeft Frans geleerd. En die kan, bowiem, nou, oeh la la, ze met pas ofzo. je hebt Frans geleerd. Kan je dan nog rouwen over de tijd dat je geen Frans kon? Dan denk ik, maar ik weet het nog hoor, toen kon ik helemaal geen Frans. En wat erg was, dat. toen was ik in Parijs en ik wilde heel graag bier en toen wist ik niet dat de Pression heette. Ja, maar nu weet ik het toch wel. En dus als je iets geleerd hebt. Nou, en alles van de tijd waarin je dat nog niet wist. Dat, dat, is, dat, dat wordt dan een hoofdstuk wat statisch is. Daar hoef je dus niet meer aan te werken. Want je hebt het inmiddels geleerd. Dus het is geen onderdeel meer van je dagelijksheid. En misschien is het dan wel zo dat jij dus moet toegeven. de lange lessen dat je een veel grotere sukkel of eikel was. dan dat je eerst voor mogelijk had gehouden. Ja, nou en. Dat is er geen enkel probleem man. Wat is er mis met een sukkel geweest te zijn? In Amerika, toen het Amerika nog lekker draaide met die economie, dan als je dan naar de bank ging met een of ander bedrijfsplan, en je zei erbij van, ja, vroeg die bank, wat heb je nou verder gedaan in je leven? Dat je zei, nou, ik heb een bedrijf gehad en het is failliet gegaan. Oh, die bank, hoe zat dat dan? En zeggen, nou, dat en dat is gebeurd, ja, toen wil ik er niks meer aan doen, en toen is de boel failliet gegaan. Nou, ja. En dat zag de bank dan als een pluspunt. Van, oh, dan hebben we een ondernemer die dan in elk geval weet dat een faillissement, dat is niet leuk. Huh? Dat is iemand die weet, de, die kent de klappen van de zweep. En dat een bank dan meer vertrouwen heeft in een ondernemer met een goed plan, die al een keer failliet is gegaan, meer vertrouwen in hem. Dan in een man die nog nooit zoiets heeft meegemaakt en die heeft ook een goed plan. Want dan denkt de bank van ja, je hebt wel een goed plan, maar uh, hè? je hebt het nog nooit echt meegemaakt. Een faillissement. Ze dus kent het risico niet. Snap je? Het, uh, het is logica. En ik denk uh, dat dat het beste is voor een man. Om in die logica te denken. Jezelf te leren kennen. Een plannetje uit te stippelen. En, ja, en werk het uit en doe het. Mannen handelen. Mannen komen in actie. Punt. En als ze dat niet doen. Ja, dat, euh, dan zijn het geen mannen. Een psychotherapeut. Ja. Ik, ik hoop natuurlijk voor mijn lieve vriend. dat hij. via de geestelijke gezondheidszorg of zo. dat, dat hij iemand treft. waar hij. Nou, die hem ergens doorheen weet te trekken of zo. Natuurlijk. Je weet niet hoe een koe een haas vangt. En ik ga niet tegen hem zeggen dat hij iets niet mag. Maar mijn overtuiging blijft. dat hij positief bezig is. En daar moet hij lekker mee doorgaan. en. En hij is, hij is mooi gedaan. dus hij, hij kent de Koran. En ja, verdiep je in je moraal. en Punt. Gewoon doorzetten. Morgen weer een dag. Nou, ik hoop dat ik die andere man, behalve dan mijn liebste vriend. Die, die vond het een leuk gesprek. Hij was blij dat hij gekomen was. Hij zei nog van ja, nou, en dan dus hebben we het over zo'n zwaar onderwerp gehad. Ik zei: jongen, dat maakt er helemaal niet uit. Het is namelijk wezenlijk in deze goddeloze samenleving. Dus het lijkt mij erg verstandig om het te gaan hebben over wezenlijke dingen. Want dit zijn geen incidenten. Dit is schering en inslag. En daar moet wat aan gebeuren. En de enigen die dat kunnen veranderen, dat zijn de mannen. Je hoeft niet te gaan wachten op de vrouwen dat ze in gaan grijpen. Die gaan deze situatie niet oplossen. Dan kan je lekker vergeten. Dus, nou, al dus hopend, <laughs> dat ik een beetje moed heb ingesproken, dat dat er dus zoveel te winnen is, en op zijn Hamburgs zeg ik nu, tjus. en dag stoere klootzakken.